trends. De eerste en een van de belangrijkste is vanuit ons perspectief een groeiende wereldbevolking met een langere levensverwachting. Ik wil dat woord vergrijzing hier gewoon niet gebruiken, omdat dat negatief klinkt. Het positieve is, we hebben een langere levensverwachting. En dat is fijn, dat is leuk. Dan kunnen we ook langer werken, dat is ook fijn, dat is ook leuk. Maar, er is een maar bij, daaraan gekoppeld, natuurlijk een tweede trend, dat is dat gezondheidszorg, goede, betaalbare gezondheidszorg, iets is wat eigenlijk bij iedere overheid en in iedere samenleving in de top 3 staat. Tweede belangrijke trend is natuurlijk het vraagstuk van energie, klimaat en duurzaamheid. Ook dat een trend die zeer, zeer met ons is in de opmaat naar Kopenhagen, actueler dan ooit tevoren. En voor een bedrijf wat ooit begonnen is met lampen te maken die toch energie verbruiken, belangrijker ook dan ooit tevoren in de ontwikkeling van het bedrijf. Een derde trend is en was, maar ook is, de trend naar globalisering. Een steeds grotere verwevenheid in de wereldeconomie. Productieplaatsen die gekozen worden op basis van de voor dat product meest gunstige vestigingsfactoren. En markten, een logistiek systeem die ons toegang geeft tot alle markten die daarmee bereikt kunnen worden. En markten die openstaan door een toenemend succes ook van een wereldhandelsorganisatie. Waardoor goederenstromen zich makkelijk over de wereld bewegen. En dan, last but not least, een consument die aan de ene kant steeds mondiger wordt, omdat hij toegang heeft tot een enorme hoeveelheid informatie en kennis. En een consument, zeker in de westerse wereld, die zich er in toenemende mate van bewust is dat welvaart niet altijd hetzelfde is als welzijn. En dat zijn dus de drijvers onder de positionering die wij gekozen hebben voor Philips voor gezondheid, welzijn. En op basis waarvan we een tamelijk robuuste strategie, denk ik, ontwikkeld hebben. Want als je dan vervolgens in een crisis terechtkomt, dan is de eerste vraag die je moet stellen, zijn de onderliggende aannames van mijn strategie nog valide? Gelden die trends nog? Gelden die ontwikkelingen nog? Crisis managen is natuurlijk een tweeledig vraagstuk. Dus enerzijds het vraagstuk, hoe kom ik er zo goed mogelijk doorheen? En anderzijds het vraagstuk, welke kansen heb ik om sterker uit die crisis te komen dan ik erin ging? Om mijn positie in de markt ten opzichte van concurrenten te versterken, maar ook om in mijn bedrijf een aantal dingen te doen waarvoor het besef, de sense of urgency, door de crisis zodanig versterkt is dat ik ook naar een aantal structurele dingen kan kijken en nog eens een stap terug kan nemen en nadenken, wordt het niet tijd om sommige dingen fundamenteel anders te doen dan we ze eigenlijk traditioneel altijd gedaan hebben. En dat betekent dat je op systeemniveau, zeg maar, in je bedrijf dingen gaat veranderen. Bij ons bijvoorbeeld het reduceren van het aantal bestuurslagen wat we in onze organisatie hebben. Zorgen dat de leiding dichter bij de markt komt te staan. Dichter bij de mensen op de werkvloer die dat werk moeten doen. Dichter bij je klant, minder bestuurlijke drukte. Ten aanzien van de opkomst van nieuwe economieën, daar hebben we alleen natuurlijk maar een versnelling gezien. Want terwijl Europa en Amerika met economische krimp te maken hadden en dus ten opzichte van de trend aan het eind van dit jaar 1% of 8% zullen hebben ingeleverd in termen van bruto nationaal product ten opzichte van die trend, zien we dat in China, in India de groei onverkort doorgaat. Ja, tijdelijk even met een kleine vertraging, maar op dit moment India alweer in de richting van de 9 à 10%. Sorry, China en India ook weer van de 6 richting 7, 8%. En dat gaat door. En dat brengt me bij een punt waar ik me vanuit een Europees perspectief toch wat zorgen over maak. Dat is de relevantie van Europa in de wereld. En daarvoor zullen we gewoon een sterker Europa nodig hebben. Een Europa wat
verder kan gaan in het vestigen van zijn economische macht door daar toch ook een stukje politieke daadkracht aan te koppelen. In dat opzicht zijn we hier bij elkaar op een hele belangrijke dag. Er wordt kennelijk vanavond een leider van Europa gekozen. En hopelijk is dat een leider die Europa ook met enige kracht in de wereld kan uitdragen. Want wat ik moet constateren als ik met name in Azië ben, dan is dat Europa geen punt van discussie is. Als notie bestaat het gewoon niet. Ook in Nederland hebben we gedaan wat er gedaan moest worden. Wij zijn vanuit ons perspectief blij met wat onze regering gedaan heeft ten aanzien van kenniswerkersregeling. Om in ieder geval te zorgen dat de investeringen die we met z'n allen gedaan hebben in de kenniseconomie, in innovatie, dat die overeind gehouden kunnen blijven. We zijn blij met het feit dat we een aantal infrastructurele zaken naar voren gehaald zijn. En vanuit een Brabants perspectief denk ik dat we heel blij zijn ook met de erkenning die met name Brainport gekregen heeft, ook vanuit EZ recentelijk door de initiatieven van mevrouw Van der Hoeven, dat we daar heel blij mee moeten zijn, omdat het dat soort clusters zijn van kennis en samenwerking tussen overheid, industrie, kennisinstellingen en industrie in een brede zin, gericht op speerpunten waar we het naar de toekomst toe van zullen moeten hebben. Voor mij is de toekomst van de nieuwe wereld is een wereld waarin heel veel dingen nog steeds zo zijn als ze voor de crisis waren. Maar met een paar fundamentele veranderingen, zeg een versnelling in de richting van opkomende markten, die zullen eerder hun plaats op het wereldtoneel economisch en onvermijdelijk ook politiek gaan spelen. Want die twee gaan hand in hand. Maar het is ook een wereld waarin Europa nog steeds alle kansen heeft, waarin Europa in moet zetten op regio's binnen een sterk Europa, in moet zetten op regio's die topregio's zijn, waarbij keuzes gemaakt worden. We hebben ook in Nederland vanuit het innovatieplatform geprobeerd een aantal voorzetten voor dat soort keuzes te geven. Sleutelgebieden was toen de naam, omdat het woord industriebeleid politiek bijna niet acceptabel was. Ik ben blij dat Peter ook het woord industriebeleid gebruikt heeft, want ik ben het van harte mee. Nederland heeft industriebeleid nodig. Dus voor mij de nieuwe wereld, een wereld van innovatie en ondernemerschap, een wereld van sterke regio's in een beter verenigd Europa, een wereld waarin ondernemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid naar de samenleving en een wereld waarin Brabant zijn mannetje zal staan. Ik dank u wel.